Een hele goede morgen! Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Momenteel zijn we een hele grote ziekenboeg. Het is eigenlijk een beetje vrijdag begonnen, dat ik mij gewoon echt beroerd voel. Ja, donderdagavond. En ik voelde de baby niet echt, dus toen moest ik even controles laten doen. En met de baby gaat alles goed, dus daar maak ik me eigenlijk geen zorgen om. TV staat ondertussen ook aan, dus je zal wel wat licht zien flikkeren. Ik was al verkouden en alles deed al pijn. En Jordi was ook verkouden en die had mij ook nodig. En toen ben ik op een gegeven moment vanuit het ziekenhuis, toen we de controles hadden gehad, zijn we naar huis gegaan. En toen is Niels weer gewoon gaan werken. En toen ben ik eigenlijk gewoon rust gaan houden, want ik... Ze zei in het ziekenhuis ook van ga rust houden, want dit is niet goed. Je moet gewoon echt even uitzieken. En zaterdag is er ook nog eens scheiteritis bijgekomen. En tussen de toiletbezoeken door ben ik nog even naar de kapper geweest met Bianca. Want ik was mijn haarbeu. Ik denk ik kan wel wachten. Maar dan dadelijk is de baby er toch al en... Dan wacht ik nog langer en daar heb ik allemaal geen zin in. En ja, dus ik ben toch eventjes tussen de wc-stops door even naar de kapper geweest bij Bianca samen. Want ja, als er iets was, dan kon Bianca helpen. Moet ik mijn mond dicht houden? Dat gaan we niet doen. Hou eens op. Nee. Nee. En toen ben ik eigenlijk weer thuis gekomen en heb ik eigenlijk op de bank ben ik beland en ben er niet meer van afgekomen. En Niels die heeft gelukkig Jordi gedaan en die is gaan voor Jordi gaan zorgen. Die is ook wel snip verkouden hoor, maar die had verder nergens last van. Ik ben de enige eigenlijk die last had van de buik. Zondag... ben ik zeg maar op een gegeven moment toch omdat ik mij een beetje verveelde. Ja, dat krijg je ervan hè, als je mama bent. Dan, ik had zoiets van, nou ja, dan ga ik boven gewoon wat dingetjes doen. Dus ik ben boven van alles gaan doen. En tussen de wc-bezoeken door natuurlijk hè. Want daar ontkom je niet aan als je buikgriepje hebt. Nee! Jordi en ik hebben zeg maar iets anders gehad dan wat Jordi het weekend ervoor had. Dat was niet hetzelfde. Ik was echt water. Hij niet. Hij had niet last van water. Nee, ik had echt water. En op een gegeven moment zijn we toch nog even naar de winkel geweest. Gisteren. En voor de rest hebben we eigenlijk gewoon weer bankzaken en beleggingen gedaan. Want... En nu is het maandag. Ik voel me eigen ietsjes beter, maar nog steeds niet goed. Dus ik heb er nog steeds last van. Dus ik doe het gewoon nog steeds rustig aan. Ik weet niet wat ik ga filmen, ik weet niet of ik iets film. Ja, Jordi, ik weet het. Duurt te lang, hè? Duurt te lang. Maar in ieder geval, ik ben vandaag 36 weken zwanger. Ik ben al een week langer zwanger dan dat ik van Jordi ben geweest. Ja... En Jordi ben ik maar 35 weken geweest, hè? Ja. Dus mama is al langer zwanger van jouw broertje. Ja. Is het verschrikkelijk? Is het verschrikkelijk? Je had langer bij mama moeten blijven zitten, hè? Maar goed. Ja, ik ben dus een week langer zwanger al. Dan dat ik bij Jordi ben geweest. Dus voor mij, wat er nu komt, is allemaal nieuw. Geen idee. Dus dan gaan we gewoon even allemaal afwachten en doormaken. Etjeboe! Kiekiek! En Jordi gaat zo eventjes spelen. Volgens het normale ochtendritueel hier in huis. Hé jongen, eigenlijk hadden we logopedie. Maar die heeft mama afgezegd. Want mama kon dat niet. Want als mama naar de wc moet en ja, weet je wat het is? Ze werkt met kinderen en... Stel dat ze hier wat oppikt en doorgeeft aan een ander kind of wat dan ook. Ja, dat wil ik niet om mijn geweten hebben. Dus vandaar dat ik zoiets heb van...
Ja, toch maar afzeggen. Ik heb fysio vanmorgen ook afgezegd. Want ja, ik wil daar gewoon niet op mijn geweten hebben dat, dat de andere mensen, dat ik die aansteek. Als ik Niels aansteek, dan is dat zo, daar kan ik niks meer aan doen. En als ik Jordi aansteek, kan ik er ook niks meer aan doen. Maar ik denk dat dat wel meevalt. Ja. En ja, voor de rest laten we de dag beginnen. Nou, ik heb even een half uurtje gelegen met Jordi. Toen heb ik Jordi in zijn eigen bedje gedaan. En toen ben ik lekker film gaan kijken beneden. Ik kon niet slapen, want ik werd ook gestampt door die kleine Kees hier. Maar goed, ik heb Jordi ben ik nou een beetje aan het wakker maken, want hij slaapt al heel eventjes. Maar wat ik gisteren had gedaan... Kijk, jullie moeten er natuurlijk niet op letten. Ik kan niet strijken. Ik ben niet goed in strijken. Ik ga het ook nooit goed worden. Ik ga het ook niet eens meer proberen. Ik heb dat toen met Jordi allemaal geprobeerd. Niks voor mij, ben ik heel eerlijk in. Maar ik heb dit gecreëerd gisteren. Het bedje had ik al staan. Maar ik moest hem nog even een beetje opmaken en zo. En, ja, ik weet niet of dat zo blijft natuurlijk. Maar gewoon voor de feeling... Denk ik van, laat ik er iets van maken. En heb ik dit van gemaakt. Deze muziekmobiel heeft hij van Bianca Manuel, oom en tante. En ja, dus dan ligt hij langs ons bed in principe, als hij geboren is. En dat is niet dat ik hem maanden langs mijn bed wil hebben. Nee, dat is puur en alleen omdat ik wil borstvoeding geven. Dus dan is het makkelijker om hem dichtbij je te hebben s'nachts. Althans, proberen. Ik ga er geen moed van maken. Want als je er een moed van gaat maken, dan gaat het hem niet worden. Wat hebben we nog meer gedaan? Zijn kledingkast is ook al helemaal ingeruimd. Zoals ik al zei, ik ben niet je van het daarin. En hier hadden we eerst een wolkje hangen. Hier wil ik iets anders hebben. Ik weet alleen nog niet wat. Daar moet ik nog heel even bedenken. Maar we hadden dus dat wolkje. Dat wolkje. Hadden we dus daar hangen. En ik wilde dat heel graag hier op de muur hebben. Dus net als wat we bij Jordi hebben gedaan. Wou ik hier ook. En dat staat eigenlijk best wel leuk. Die hebben we erbij gehaald. En ja, het zijn twee verschillende wolkjes, dus ja, allebei wel van de IKEA, maar er zit 2 jaar tussen, dus blijkbaar zit er heel veel verschil tussen. En ja, dit is gewoon, dit doe ik allemaal opmaken als hij er is. En ja, dat is eigenlijk wat ik van het weekend een beetje gedaan heb. En Jordi is langzaam aan het wakker worden. Hé jongen? Ja? Ben je nou aan het wakker worden? Even het dekbed van hem afhalen. Want anders blijft hij liggen, net zijn moeder. Hallo? Goeiedag. 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 Hi. Hier zeg je gedag tegen iedereen. Ga er gelijk bij zitten. Ja. Ja. Oeh. Wat is het fijn om Jordi te zijn. Jippie. Hey schat. We'll be right back.
Jordi is een beetje boos op papa. Want papa heeft een tandje gepoetst met hem. En nou is hij hem ook aan het negeren. Jordi, hallo. Ben je boos op papa? Jordi, hallo. Hey. Hallo. Is papa niet lief? Hallo. Papier pakken? Papier pakken. Ja, nou moet papa weer een beetje in de liefde komen bij Jordi, hè? Papier pakken. Kom bij papa. Ga bij papa zitten. Oh. Nou, dit is dus Jordi als hij moe is. En tandje heeft gepoetst wel die dat niet wil. En dan is hij boos. Hey. Hallo. Kom je met me spelen, maak plezier. Met mijn vriendjes tellen we van 1 tot 4. Dan moet papa hem even omkopen. Met speelgoed. Dit doet hij ook bij mij hoor. Dit is niet alleen bij Niels. Dit is standaard. Als hij iets niet wil. En hij moet het toch. Dan wordt hij boos. Nou, dit gebeurt dus dat als Jordi echt chagrijnig is. Dit is gewoon chagrijnigheid. Hij heeft nou nergens last van. Niet last van zijn buik. Hij heeft echt nergens last van. Dit is gewoon pure chagrijnigheid. En als hij daar last van heeft. Ja, dan blijft hij in zijn emotie zitten. Maar dan mogen wij hem ook niet uitlachen of zo, hoor, want dan wordt het 10 keer erger. Dus we moeten het een beetje kalm aanpakken. Hij moet dadelijk ook nog eventjes schone kleertjes of schone pyjamaatje en zo allemaal aan. Dus dan moeten we hem heel eventjes rustig houden. Want anders dan is het dadelijk helemaal tek van dan. Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Dan zeg je een hele goede morgen. Ja. Gisteravond hebben we Jordi uiteindelijk in bed gekregen. Het heeft wel even geduurd voordat hij in slaap is gevallen. Want hij had zoiets van, ik ga nog lekker spelen hier. Ik ga de bron nog even op stel zetten. En ik ga nog eventjes brabbelen. En ik ga mijn bed nog even overhoop halen. Nou, dat dus. Dat dacht hij dus aan uiteindelijk tegen. Ja, 9:45 heb ik hem in slaap gekregen. Op de mama manier. Oh, op de mama manier. Die mama zich ermee bemoeit. Ja. Ja. En ja, heeft hij gewoon heel de nacht geslapen. Ja, moest hij lekker aan het slapen, hè. En vanochtend was hij om 8:00 was hij weer wakker. Ja. En dan heb ik zijn luiertje gedaan, flesje gegeven. En nu zitten we lekker eventjes uit te buiken. Ik heb ondertussen tv aan staan. Dus dat vindt Jordi ook heel interessant. En ja, wat we vandaag te doen hebben. De visio had ik afgebeld. Of in ieder geval afgeappt. Want ja, ik heb nog steeds wel buikgriep. En ik wil niet dat ik gewoon iemand anders daarmee aansteek. Plus ik moet zelf dan wat rust houden. En ik moet wel zeggen, de laatste loodjes beginnen zwaar te wegen. Maar ja, hè? Uiteindelijk krijgen we er iets moois voor terug, hè? We krijgen er iets moois voor terug. Een mooi broodje. Ja. Een heel mooi broertje, Jordi. Ja, een heel mooi broertje.
Ja, kijk maar zo, ja. Dat zou ik ook zeggen. Ik zou ook zeggen, ik word er helemaal dol van. Ja, ik word er helemaal dol van. Maar goed. Ik ga Jordi zo heel even laten spelen. Dan ga ik zelf heel eventjes wat eten en zo. Ik ben nog steeds moe. Ik moet slapen en ik ga gewoon moe wakker. En als ik dan eenmaal in slaap ben, dan is het goed. Maar tegen de tijd dat ik slaap... Eventjes nog zijn flesje geven. Zorgen dat die hem heel eind opdrinkt. En dan lekker zijn bedje in. Hey mama, eventjes mama tijd. Jordi heeft inmiddels geslapen en we zijn nu bezig met soep eten. Hé hey, jongen. Hap. Dit is broccoli soep. Lekker, lekker, lekker. Die had ik nog in de vriezer. En die maak ik altijd, voor de mensen die het niet weten, die maak ik altijd gewoon een hele grote bak van. En dan pureer ik het en dan gaat de vriezer in en dan heb ik gewoon iedere keer soep. En voor de mensen die willen weten, voor de nieuwe kijkers, die willen weten waarom Jordi zoveel soep, waarom Jordi 's middags soep krijgt. Dat is puur en alleen om vocht aan te vullen. Omdat hij vrijwel niet zelf drinkt. Ik ben er wel mee bezig en flink aan het oefenen en aan het doen. Maar dat is nog steeds niet helemaal wat je van hebt. Ja, papa? Oei! Oh, wat een gesnotter! Mama, je hebt... Nee! 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 Mama, jou helpen. Niet zelf doen. Dat was een flink snotter. Oh. Kom hier. Viezerik. Ja, boe. Kom hier. Zo. Laat los. Meneer Snotter. Ja, mama, het gepakt. Goed zo. Nou, we zijn nog steeds aan snotteren zoals de rest van Nederland volgens mij. Dus ja, daar moeten we het gewoon mee doen. Hé hey, jongen, happen? Wil je happen? Oké. En ook nog scheten later ook. Wij hebben net gegeten, hè? Papa zit even op nummer 100. Voor de mensen die niet weten wat dat is. Dat noemen we de witte stoel, oftewel het toilet. Hé hey, jongen? Ja! En dadelijk gaan Jordi en ik samen douchen. Want dan is hij weer schoon. De billen wassen. Ja, gaan... Wat? Wil je niet je billen wassen? Oh, wil je niet billen wassen? Waarom wil je geen billen wassen? Waarom wil je geen billen wassen? Wil je geen billen wassen? Dat is toch leuk, billen wassen met mama? Jawel, dat is leuk. Och, jongen toch. Hij is een beetje chagrijnig. Maar ja, over een goede uur moet hij ook alweer naar bed, dus. Hè? Ja. Het is een beetje chagrijnig. Oh, niet, toch niet? Nee? Oké. Nou, ik ga zo vast boven het douche warm maken. En dan doet papa jou zo aangooien. Nu samen douchen. En je hebt overal eten in je gezicht. Want hij wou ook niet fatsoenlijk eten. Slapen. Oh, ik hoop dat hij lekker heel de nacht blijft slapen. Maar hij kwam uit de douche, heeft mijn bed ondergepiest. Gelukkig moet ik nog bevallen, dus ik heb dat plastic ding daar liggen. Dus heeft hij daarop geplast. Dus Niels heeft gauw het onderlaken eraf gehaald. Ik heb hem gauw in de wasmachine gestopt. En nu zit hij in de droger, dus als hij daar klaar is, kan hij weer terug het bed op. Niels is heel eventjes naar vrienden toe. En ja, ik ben gewoon een huismus. Ik hoef allemaal niet weg. En vooral niet nu op het laatst.
Laat me helemaal lekker gewoon thuis zijn. Gewoon lekker in mijn Remy. En ik vind het allemaal prima. Ik vind het allemaal om in de spreektaal te blijven wat ik afgelopen weekend had. Ik vind het allemaal wel gescheten. Het boeit me niet. Laat mij maar lekker thuis zijn. Als er iets aan de hand is, kan ik Niels gewoon bellen. En dan komt hij gewoon naar huis toe. Is dicht bij huis, dus... Ach. Wat ik nog wel heel eventjes wilde zeggen... is... Ik krijg de laatste paar weken... niet via privébericht of wat dan ook... maar ik krijg de laatste paar weken krijg ik regelmatig de vraag... Zoals ik in het ziekenhuis ben met Jordi, voor controle of dat soort dingen, krijg ik de vraag van, en waar gaat Jordi dan heen als jij gaat bevallen? Nou, ten eerste, alles, maar ook echt alles voor Jordi is doordacht, berekend, besproken. Dus... op het moment dat ik ga bevallen, gaat Jordi naar Bianca Manuel. Bianca Manuel, voor het geval dat daar weer vragen over komen, zijn niet bloedgerelateerd aan ons, zijn officieel geen familie. Voelt wel als familie hoor. Er zijn meerdere mensen die als familie voor ons voelen, maar die mensen zie je niet altijd op beeld. Betekent niet dat wij geen netwerk hebben. We hebben gewoon een netwerk. Met allemaal vrienden, familie enzovoorts. Heel veel vrienden van ons voelen ook gewoon als familie. Maar om eventjes bij het onderwerp te blijven. Jordi gaat gewoon naar Bianca Manuel. Daar kan hij slapen. Daar kan hij gewoon zijn. Daar kan hij zichzelf zijn. Net als bijvoorbeeld bij mijn ouders. Daar kan hij ook zijn. Alleen mijn ouders wonen te ver weg. Dus gaat Jordi daarheen. En dat is allemaal gewoon geregeld. Dat zijn gewoon oom en tante voor Jordi. Klaar. Dus Jordi gaat daarheen. Dan krijg ik ook nog regelmatig de vraag. Ja, maar Jordi heeft Down syndroom. Hoe ga je dat dadelijk doen met een tweede? Nou, ten eerste. Of je nou een kind hebt met Down syndroom. Of een kind hebt... die normaal geboren is. Of een kind hebt die autisme blijkt te hebben. Of hoe je het ook went of keert. Een kind erbij is altijd een impact op je leven. Dus hoe wij het gaan doen en hoe we het gaan aanpakken. Daar gaat de tijd ons wel leren. Ik kan nou niet vertellen dat... we gaan het zo of zo doen. Of ik weet wel hoe ik het wil zien, maar ik weet niet hoe het gaat lopen. Bij Jordi wisten we ook niet dat hij Down had. Ons hele leven is daardoor veranderd. Ons blik op het leven. Kijk, of Kees Down syndroom heeft of niet, dat is voor ons is dat niet belangrijk. We hebben het ook niet laten testen voordat daar dadelijk weer vragen over komen. Voor ons is dat allemaal niet belangrijk. Voor ons is het belangrijkste dat het kind gelukkig is. En dat het kind zichzelf kan zijn. Dat is voor ons het belangrijkste. Jordi kan zichzelf zijn bij ons. Tuurlijk, we hebben wel eens dingetjes dat we zoiets denken van... maar dat heb je bij elk kind. En... ja, opvoeding doe je naar eigen kunnen. Opvoeding doe je niet omdat jij het beter weet als een ander. Dat kan niet. Tuurlijk, je hebt wel eens tips van elkaar nodig of inzichten van elkaar of wat dan ook. En die moet je ook gewoon met twee handen aanpakken. En gewoon nadenken van heb ik er iets aan of heb ik er niks aan. Maar... in het geval van ons, ik weet niet hoe het gaat lopen. Ik ga er even vanuit dat Kees, dat klein mormeltje wat er nou in mijn buik zit, dat die gewoon gezond is, dat die niet geboren wordt met Down syndroom,
dat er verder niks mis mee is en dat hij gewoon gezond geboren wordt. Hoe het daarna gaat lopen, dat weet ik niet. Dat weet niemand. Kijk, iedereen mag zo het zijne denken natuurlijk. Alleen, dit is wel iets waar ik dus heel vaak tegenaan loop, dat ik deze vraag krijg. Dit was in ieder geval wat ik wilde vertellen, of wat ik wilde zeggen. Ik ga heel even wachten tot mijn droge klaar is. En als mijn droge klaar is, dan denk ik dat ik mijn bedje op ga maken. En dat ik gewoon lekker mijn bedje in ga en slapen. Als Kees het in ieder geval toelaat. Bij deze ga ik deze episode dan afsluiten. En wens ik iedereen alvast wel trusten toe. En ga ik deze episode dan ook editen, zodat deze online komt. En daarna ga ik lekker slapen, want ik denk dat mijn droge dan wel klaar is. Dat rusten. Tot de volgende.